Wauw, goeiemorgen, lieve church. Het klappen gaat een beetje half, hè? Zullen we even helemaal groeien? Groet even degene die naast je zit en zegt, je ziet er goed uit. Je ruikt ook aardig lekker. Zeker, wat ruik je lekker, man. Thanks. Yes. Ik was... Mijn naam is Karim Landulski en ik heb 3 kinderen, 1 vrouw. Ah, het is belangrijk. Arabisch bloed, mijn vader komt uit Tunesië. Morgen ben ik in Tunesië. Ja toch, gewoon omdat het kan en niet omdat het moet. En... Even een rectificatie, ik moet dat altijd heel duidelijk zeggen van mijn kinderen. Mijn vrouw is voorganger in Den Bosch en ik ondersteun haar. Papa, gaat pas verandering komen, zeggen mijn kinderen, als je duidelijk bent. Dus bij deze. En weet je, als jonge gozer, 15 jaar, radicaal tot geloof gekomen. Vader was moslim. Broertje was eerst tot geloof gekomen in Hartje Amsterdam. Maranatha, Vasco da Gama straat. Je weet zelf, ja toch. Maar ik kan ook die andere Surinaams accent zetten voor je hoor. Ah, maak je niet druk. Ai man, gewoon makkelijk. Ik doe het nu. Bam, direct. Je sabi toch. Ai man. Dus als 15-jarige jongen kwam ik binnen in een kerk waar het nogal intens eraan toe ging. Mijn broertje was gegrepen en mijn moeder was gegrepen door de kracht van God. En ik kwam binnen en dat ging zo. Gado de mambungado, so ade. Gado de mambungado. Gado de wambungado so ade. Gado de wambungado so ade. Aopo mi. Ja. En dat ging maal 1000. En met heel veel zakdoekjes waarbij ze dachten dat het vlaggen waren. Ja? Semi-vervelend. Sorry. Halleluja, 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 halleluja. Dus dat was mijn eerste ervaring met geloof. Oké, voor alle cameramensen, en dat zijn dit van die dingen die je volgen of zoiets, of niet? Ja, hè? Dus ik kan gewoon bewegen, hè? Goed zo, ik hoef niet dat ding de hele tijd, oké, prima. Dus, ik was voor het eerst in een kerk... En dat ging, halleluja, halleluja, halleluja. En alles bewoog ook. Ja, net zoals bij jullie vandaag. Halleluja. En dat was voor het eerst dat ik in een kerk was. En ik was een klein beetje hersteld van Gado de Wambungado. Dat betekent God is een goede God. En toen gebeurde er nog iets interessants. Want mensen reageerden op de prediker. Dat was ook interessant. Ja, wauw, wat, halleluja. Halleluja, preach it. Dus als je vandaag de neiging hebt om eindelijk een keer keihard te roepen, gewoon in de kerk. Het mag. Wel op de juiste momenten, dat is de kunst. Want op een gegeven moment werd het zo'n gewoonte dat mensen ook op gewoon domme momenten amen riepen. Dat is ook een beetje verschut, weet je wel. Maar ja. Dus. Gado de wambungado, brab, bab, bab, bab. En amen.
Dat was mijn eerste ervaring. En toen hoorde ik voor het eerst de boodschap van Jezus. Nog nooit gehoord, 15-jarige gozer, ergens achter in de zaal. Ik hoorde het evangelie. Lieve vrienden, het greep me. In de naam van Jezus. Weet je, het was zo krachtig. Ik weet nog, ik zat daar en ik zat eigenlijk gewoon vrij relaxed, dacht ik. En de boodschap kwam binnen. En weet u, lieve mensen, het is nog steeds het goede nieuws. Ja, toch? En listen up. Het resultaat van goed nieuws is dat je blij wordt. Ja. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, hoor. Dus ik zat achterin en ik dacht, dit dacht ik serieus, klinkt goed. Zo simpel dacht ik, klinkt goed. Klinkt niet ingewikkeld, klinkt niet moeilijk. Ik dacht, klinkt goed. Dus ik zat daar en ik denk, oké, Sandati. Nee, dacht ik nog niet, want ik kende die taal nog niet goed. Maar ik dacht wel, hey, ik heb uw hand gezien, ik kan naar voren komen. Dus ik kwam naar voren en ik gaf mijn leven aan Jezus. En luister goed, nu, 35 jaar later. 35, hè? Oké, guys. 35 jaar later zeg ik nog steeds, beste keus ooit. Halleluja! I'm happy, man. Ik ben blij met Jezus. Hij is de baas, hij is de meester. It's all about him. I love him, I love him, I love him. En weet je, dat is te zien. Ja, toch? Dat gebeuren van, ja, ik ben zo blij van binnen. Ja, maar alles is van binnen. Hé, wat van binnen is, komt eruit. Halleluja. Dus het eerste wat ik deed, ik ging naar mijn pa toe en ik was helemaal on fire, man. Ik zeg, pap, oh, Jezus leeft en Mohammed is dood. En werkte niet zo goed. Werkte niet zo goed. Helemaal niet mooi. Hè? Helemaal niet goed. Helemaal niet mooi. Niet goed. Dus ik kreeg bijna een linkse van hem. Maar luister, dit is wat er gebeurde. Na een aantal maanden kreeg mijn vader dromen en visioenen van Jezus. Hij heeft zijn leven radicaal overgegeven aan God. En ik ga morgen met hem naar Tunesië, zijn hometown. En het is weer te gek, man. Om te zien wat God heeft gedaan in ons gezin. We zijn gegrepen door de liefde van Jezus. Hele gezin omgeturnd in de naam van Jezus. Power, power. En lieve mensen, dat leeft van binnen. En weet je, ik weet nog toen ik pas tot geloof was gekomen. Toen ging ik naar plaatsen ook zoals deze. En ik weet nog, baan 7. Wow, man. Hip and happening, toch? Hip and happening. Dus toen was er nog niet zo heel veel andere dingen. Toen waren er nog een paar van dat soort zaken. Maar waaronder baan 7. En weet je, vanaf deze plek. Ik wil dit huis eren. Ik wil dit huis eren. Want dit is een huis waar ik veel van God heb mogen ontvangen. Dit is een plek waarin God al jaren werkt. Ik wil alle seniors, ik wil alle senioren die hier zitten danken. Weet je, jongeren hebben moed. En willen gaan. Maar ouderen hebben het geleefd. En staan nog steeds. En zijn door de stormen van het leven gegaan. Hebben teleurstellingen getrotseerd. En jullie staan nog steeds. Dank. Dank. En ik hou heel erg van de fase in mijn leven. Als 50-jarige. Looking good. Nee. Ik omring me graag met jonge mensen. Love it. Heerlijk.
Maar ik vind het ook fijn. Ja. En alles boven de 60 mag ik kussen van mevrouw. Oh, it's safe, it's safe, it's safe, it's safe. Maar ik hou ervan, want als je wil ontdekken, young guys, als je wil ontdekken wie God is, zit even met deze mensen, zit even met wat mensen die het pad hebben bewandeld. Die nog steeds staan. Ontdek zijn goedheid en zijn trouw, zijn nieuw elke morgen. En dat is niet alleen maar een mooie phrase of een quote. Het is de realiteit van deze mensen. Die nog steeds staan. Ik eer u allen. Dank jullie dat jullie gebouwd hebben. Dank jullie dat dit staat, want dit staat mede dankzij jullie. Dit staat mede dankzij jullie. Want er zijn er die het pand hebben verlaten. Maar jullie zijn hier. En ik wil heel bewust, ik voelde dat in mijn hart, tijd nemen om jullie te eren. Want ik ben dankbaar, 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 dankbaar. Wij bouwen op jullie schouders, op het fundament wat jullie hebben gelegd. Dank allen. Dank allen. En deze morgen, dit is allemaal inleidingen. Moet je nagaan, nu al goed. Ja toch, te gek. Ik wil het vandaag hebben over het volgende thema. En het thema is, waar ben je vol van? Waar ben je vol van? Klinkt simpel. Alleen de realiteit is soms behoorlijk uitdagend, toch? Wacht even, ik krijg even... App je binnen, ik heb Jeroen geappt voor vanavond. En... Waar ben je vol van? Waar ben je vol van? Binnen no time zijn we zo vol van alles en nog wat. We zijn vol van Snapchat, we zijn vol van WhatsApp, we zijn vol van Facebook, we zijn vol van al die zaken. We zijn er vol van. Maar we kunnen net zo vol zijn van de krant. We kunnen net zo vol zijn van het nieuws, we kunnen net zo vol zijn van de gesprekken om ons heen. Waar ben je vol van? Want ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan nogal snel vol raken van iets. Ja toch? En niet alleen van Jezus. Want als ik niet oplet, zit ik weer helemaal in een Netflix-serie. Ik zal niet vragen wie het herkent. Alle eerlijke onder ons. En ik weet niet of u het doorheeft, maar Netflix heeft een sneaky ding, hè? Want onderaan staat altijd, binnen 3 seconden begint de volgende, toch? En we zeggen altijd, nog eentje. Oh, daar zijn de echte verslaafden, mooi. Alles komt aan het licht, halleluja. Nee, maar is toch zo. En dan zit je er binnen no time weer in. Ja, ik wel, hoor. Sorry, ik zeg het gewoon. En binnen no time zit ik weer helemaal... Er gebeurde een keer, ik zat in een serie en we hebben een chillroom thuis. En op een gegeven moment, ik zit te kijken naar een serie en eerst komt mijn zoon binnen. Rond 11:00. Die kijkt waar ik naar kijk en die kijkt naar mij. En die zegt, pap, jij preekt hierover en gaat weg. Super irritant. Ja toch? Maar ja, binnen een paar seconden begon de volgende aflevering. Dus ja, ik bleef zitten. En toen om 12:00, want ik dacht ook, nog eentje, not. Nog 8 keer nog 1. Dus rond 11:50 kwam mijn dochter. Ja, die deed eigenlijk nog erger. Die keek, schudde haar hoofd.
en liep weg. Nou, dat is helemaal ultimate, weet je wel. Maar toen zat ik, hè, toen zat ik en toen dacht ik wel dit. Hé, wie beïnvloedt nou wie? Nu heeft deze serie mij te pakken. Ik moet kappen. Want wat voor voorbeeld geef ik mijn kinderen? En ik ben gestopt. Want ik dacht, ik wil niet hiervan vol zijn. En nu noem ik een serie, hè? Nu noem ik Netflix. Hè? Maar noem maar op. Noem maar op. Ja, ik kan niet goed functioneren, ik moet eerst koffie. En dan zijn we dus afhankelijk van de koffie. En dan is onze gemoedstoestand. Dan ben je daar vol van. We kunnen van zoveel dingen vol zijn. Weet u waar u ook vol van kan zijn? Ja, rustig, dat komt. Jongen. Ik ben aan het bouwen, hè. Dat is een... Niet gelijk spoiler. Come on. Jezus! Ja, dat snappen. Nee, maar luister. Weet je waar je ook vol van kan zijn? Je kan ook vol zijn van pijn. Je kan ook vol zijn van verdriet. Je kan zelfs vol zijn van teleurstelling. Wat dacht u daarvan? Nogmaals. Praat even met deze mensen en ze kunnen je verhaal na verhaal ook vertellen van teleurstelling. Want in het leven worden we teleurgesteld. Gebeurt. Alleen ben je er vol van. Gaat het je bepalen? Gaat het je bepalen? En met al die dingen die ik zeg, pijn, verdriet, teleurstelling, boos, noem maar op. Ben je er vol van? Dat die emotie er is, is wat anders. Hè? Ik zeg niet dat ze niet bestaan, die emoties. Want dat is ook weer zo'n ding. Nee, het is niet. Nee. Ontspan, relaxed. Alleen deal ermee. Want voor je het weet, ben je er vol van. En waar je vol van bent, stroomt de mond van over. Ik zei vanmorgen nog tegen iemand in de auto. Teleurstelling en honger gaan niet goed samen. Dus ergens in ons hart moet er iets gebeuren. En ik merk, hè, dat we vaak eerst leeg moeten worden voordat we vol kunnen raken. Ik herhaal wat ik zeg. Soms moeten we eerst leeg worden van onszelf, van het verleden, van de struggles, van de pijn, zodat we vervolgens ruimte creëren, zodat we vol kunnen raken van de dingen van God. Weet je wat zo belangrijk is? Jezus zei aan het einde. Dus hij heeft een hele tijd gehad met zijn matties, met zijn vrienden, met zijn discipelen. En op een gegeven moment zegt hij, guys, oh, dit is wel belangrijk wat ik nu ga zeggen. Onthoud het goed. Wees vol van de Heilige Geest. Ik ga weg, maar ik stuur mijn plaatsvervanger. Word bekleed met de Heilige Geest. Word vol van de Heilige Geest. Word vervuld van de Heilige Geest. Luister goed, hij zegt het aan het einde. Waarom? Hij weet hoe belangrijk het is. Hij weet, gaat niet lukken zonder. Ga nou niet tof doen dat je denkt dat je het zonder kan. Je hebt de kracht nodig van de geest, je hebt de vervulling nodig. Dus Jezus zegt dat op het einde, nogal belangrijk. Nogal belangrijk. Dus met andere woorden, hoeveel zijn we er dus mee bezig? Als Jezus dat aan het einde zegt, hoeveel ben ik er mee bezig? Paulus zegt het ook mooi, kom maar met die tekst. Als het lukt. Lukt het? Hebben jullie het allemaal? Goed zo. Bedrinkt u niet aan wijn waarin matteloosheid zit, maar wordt vervuld met de geest. Maar weet je wat de oorspronkelijke vertaling is? De oorspronkelijke vertaling, oh, in mijn hoofd ging het soepeler. Toch 50, hè? Maar dit is belangrijk. Weet je wat de oorspronkelijke vertaling is? Wees steeds bezig om vervuld te worden. Dat is de oorspronkelijke vertaling. Dus met andere woorden, het is een ongoing process om steeds weer bezig te zijn om vervuld te worden. Amen. En laten we daarin real zijn. Hè? Want weet je wat we soms doen?
we soms, oh, was zo fijn, man, opwekking. Ah, de kracht was zo goed, man, daar. Amen. Maar ook vandaag weer. Word steeds bezig om vervuld te worden. Eigenlijk is het gewoon Burger King, toch? Burger King heeft refill. Ik hou ervan. Ja, sommige. Oké, dit moet ik even gaan uitleggen. Bij Burger King koop je alleen je beker. En die mag je steeds weer opnieuw vullen. Love it, love it, love it. Maar dat is eigenlijk met God. Heer, dank u wel, u heeft de geest gegeven. Maar elke keer weer wil ik bezig zijn om vervuld te raken. Weet u waarom ik nog steeds on fire ben? Omdat ik steeds bezig ben om vervuld te raken. Halleluja. Is het makkelijk? No way. Terwijl ik hier sta, is mijn vrouw al ruim 2 jaar bezig te herstellen van long covid. Heel ons systeem staat op zijn kop. Ze kan bijna niks meer. Het is heftig, man. Heftig. Ik heb 25 jaar gewerkt in de hulpverlening. Ik heb bijna alles meegemaakt. Ik heb alle ziektes gekregen van jongeren. Ik ben een paar keer dood gegaan en er is heel veel met mijn moeder gebeurd. Als ik niet bezig zou zijn steeds om vervuld te raken met de Heilige Geest, zou ik hier niet staan. Echt, ik meen serieus, had ik al lang opgegeven, had ik gedacht, ja, hou doen, bedankt. Echt. Geldt voor mijzelf ook. Ik moet steeds bezig zijn met. Dus weet u, lieve vrienden, ik heb besloten om geen passieve houding te hebben. En niet een houding van de zijlijn. Oh, mooi zeg. Mooi wat er allemaal gebeurt. Maar ben je er zelf ook van? Ik wil er middenin staan. Er was te weinig aan mensen hierin. Ja toch? We moeten er toch samen van zijn? Dat is toch wat de Bijbel ons leert. En ik wil niet diegene zijn die het goed analyseert. Mooi bekijkt. Daar ook mooi over kunt praten met anderen. Nou, is mooi. Oh, zo. Nou, zeg, heerlijk. Nou, wat gebeurt er met jou? Wat gebeurt er met jou? Wanneer ben jij weer opnieuw gegrepen door de kracht van God? Wat gebeurt er met u en met mij? Ik wil ervan zijn. Dat betekent dat ik steeds bezig ben om weer vervuld te raken. Love it, love it, love it. Moet ik wel een beetje leeg worden van mezelf? Is wel handig. Is wel handig, want dat gaat namelijk niet zo goed samen. Heel vol van mezelf en heel vol van God. Moeilijk. Eén moet wijken. Eén moet buigen. Nou, laat ik het dan zijn in mijn ego, toch? Kappen met die handel. Is de Bijbel ook duidelijk over. Waarom heb je het nodig, Karim? Waarom heb je het nodig? Waarom hebben we vandaag de dag nodig dat we vol raken, vervuld raken van de Heilige Geest? Nummer 1, superbelangrijk, let op. Kom maar. Wat superbelangrijk is als het gaat om vol te raken van de Heilige Geest, is door de Geest ontstaat er een liefde voor Jezus, het woord van God en de church. Door de Geest ontstaat er van binnenuit, oh, een diep verlangen. Ik wil Jezus beter leren kennen. Halleluja. Ik wil weten wie Hij is. Halleluja. Dat gebeurt niet zonder de Geest. Zonder de Geest, ik weet niet hoe het met u is, maar lukt dat meestal een weekje of twee en dan zakken we weer helemaal af, toch? En hebben we weer net een fire-conferentie gehad of wat dan ook. Oh ja, nu gaat het goed. Nee, we hebben de Geest van God nodig. We hebben de Geest van God nodig. Een diep verlangen van Jezus. Naar Jezus. Een diep verlangen.
naar het woord. Kijk, zo moet een Bijbel er ook uitzien. Halleluja. Yes. Vol onderstreept, ontwaakt, armor of God, halleluja, bam, 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 bam. Maar dit ontstaat niet door gewoon maar, ja oké, weer een hoofdstuk lezen vandaag. Nee, Heilige Geest van God, openbaar uw woord. En dan opeens lezen we voor de 300ste keer, de Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mijn deden liggen aan grazige weiden. Man, hij verkwikt mijn ziel. En het woord begint te leven. Waarom? De Heilige Geest. De Heilige Geest. En weet je wat een logisch gevolg daarvan is? Ik wil naar de kerk. Ik wil community. Ik wil gewoon bij mijn broeders zijn. Ik wil bij mijn zusters. Ik wil u ontmoeten. Zelfs u. Mooi toch? Nee. Of misschien wel juist u. Want er ontstaat iets. Weet je wat namelijk mooi is? Jezus leeft ook in u. En ook in mij. En dan ontmoeten we elkaar. Gebeurt er iets. Hoe? Door de geest. Dus door de geest komt er een verlangen naar Jezus, het woord en community. En church. Waarom is het nog meer belangrijk? Ik hou ook van deze. Voordat ik hem ga zeggen. Wie van u heeft kracht nodig? Ja toch? We hebben kracht nodig, hè? Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Nice. Het woordje dynamisch. Mooi woord. Weet je wat dat betekent? Vermogen tot handelen. Love it. Een van de dingen die bij ons thuis niet zo welkom waren, was constant zeggen, het lukt niet. Ja, moeilijk man. Ja, het lukt niet. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Gij zult, luister goed hè, je zult het vermogen ontvangen om te handelen. Dus ook gewoon op je werk, dus ook op school, dus ook waar je bent. Halleluja, dank u wel voor de nieuwe kracht van vandaag. Ik reed naar mijn werk op het internaat. En bij ons waren echt wel een beetje de drop-outs. Dus de gasten die nergens meer goed in een internaat konden functioneren kwamen bij ons. Na ons was gesloten. Dus ik had alles bij elkaar. En weet je, in het begin bad ik, oh heren, wees nabij en heren, geef me autoriteit. En heren, totdat God een keer echt in mijn hart zei, stop maar. Stop maar met bidden. Stop maar met bidden. Ik vond een mooi gebed, weet je wel. Ik bid tenminste. Nee. Maar weet je wat God zei? Je hebt kracht ontvangen. Je hebt autoriteit ontvangen. Ga erin wandelen. En vanaf dat moment, elke keer wanneer ik het terrein opreed, dank u Jezus voor kracht. Dank u Jezus voor autoriteit. Ik zegen de LaSalle. Ik zegen deze jongeren. Halleluja. En vermogen tot handelen kwam. En regelmatig zeiden collega's tegen me, Karim, hoe kan dat nou? Wat doe jij dan? Wat doe je? Die gasten zijn rustig als jij komt. Moet je nagaan, hè? Ze zijn rustig. Hoe kan dat nou? Toen zei ik, nou weet je wat? Ik bid. En ik bid ook voor jou. Oh, dan is dat een heerlijk ongemakkelijk moment, hè? Oh, nou ja. Ja, mooi. Ja, fijn. Maar God geeft vermogen tot handelen. Klein getuigenis daarin. Toen ik net begon, gozer van 12. Hij zat op de naschoolse dagbehandeling. Ik kwam binnen, hij heeft een heftige stoornis, heftig verleden, hechtingstoornis. Vader neergeschoten.
van mijn lijfhuis naar blijf in mijn lijf. Heftig, heftig. Dus ik kom binnen. En het eerste wat hij zei is, rot op klootzak, wat kom je doen? Toen zei ik, nou ja, ik vind jou ook aardig. En dat is een aantal keren doorgegaan. Op een gegeven moment was ik aan het voetballen met hem, want ik kwam gewoon elke week terug. En ik kreeg een belletje, dus ik neem de telefoon op. Terwijl ik aan het voetballen was. En de keer daarna, wederom, ik was aan het voetballen. En hij zei, Karim, je kan gaan, je hoeft nooit meer te komen. Nooit meer. Hoor je niet wat ik zeg? Nooit meer. Ik denk, wat krijgen we nou, joh? Gewoon terwijl ik aan het voetballen was, hè. Niks gebeurde. Dus ik ging. Ik bel een collega op, ik zeg, dit is gebeurd. Toen vroeg zij dit, vorige keer toen je er was, hè, was je er toen echt? Toen zei ik, ja, ik belde. Oh. Door het bellen betekende, dit belletje is belangrijker dan jou. En voor een gast die zijn hele leven heeft meegekregen, de rest en iedereen is belangrijker dan ikzelf, voelde zich weer afgewezen. Dus ik ging naar hem toe de volgende keer, ik zeg, hey vriend, sorry man, sorry. Sorry dat je niet de belangrijkste persoon, dat je niet belangrijk genoeg, sorry. Dit is wat hij zei, ik vond het zo mooi. Ja Karim, en vanaf nu ben je er. 13 jaar hè, vanaf nu ben je er. En dat heb ik gedaan hè. Dus elke keer als de telefoon ging, vind je het goed als ik opneem? Ja, het is goed, het is goed. Een paar jaar geleden. Ik heb een hele story met hem gehad. Ik heb het over vermogen tot handelen, kracht. Ik heb verschillende momenten gedacht met deze gozer. Ik krijg een telefoontje, hij is dood. Nee, dat is niet gebeurd, maar dat dacht ik, hè, dat dat zou gebeuren. Rustig. Je moet goed luisteren, hè. Ik heb verschillende keren gedacht dat. Dat was de zin. Omdat hij een paar pogingen heeft gedaan. Krassen in zijn nek. Mes een keer dat afbrak. Maar altijd heb ik gezegd bij deze gozer. En ook tegen hem. God heeft een plan met je. God heeft een plan met je. Maar ik vond het soms spannend hoor. Echt waar. Ik had echt kracht nodig. Een paar jaar geleden heeft hij zich radicaal bekeerd. Heb ik hem gedoopt. Hij is on fire voor Jezus nu. En hij zei tegen me, Karim, weet je nog? Jij hebt altijd gezegd, de Heer is mijn herder. Dank je wel, Karim. Want jij gelooft in mij. Toen bijna niemand meer in me geloofde. Dankjewel, zegt hij. En met Vaderdag krijg ik een appje. Dankjewel. Je bent het dichtstbijzijnde als een vader voor me. Ingewikkeld. Poeh. Echt wel soms. Mijn hart kloppen hier in mijn nek. Zeker weten. Gij zult kracht ontvangen. Vermogen tot handelen. Vermogen tot handelen. En dit is exact... Dit is exact wat Paulus op een gegeven moment zegt. Want hij zegt... Wacht even hoor, sorry. Mag ik even... Ik ben eventjes... Even op zoek. Hij zegt namelijk het volgende. Soms zoeken we iets... wat we al lang hebben. Want Paulus zegt, ik bid dat je zult beseffen welke onmetelijk grote kracht, dynamisch, welke onmetelijk grote kracht er in u is. De kracht welke Christus deed opstaan uit de dood. Maar Paulus zegt wel, alsjeblieft, besef het wel, begrijp het wel. Want weet je wat er gebeurt? We komen anders de zaal binnen. Als we beseffen dat we kracht meedragen.
anders. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Waarom hebben we nog meer nodig? En ik hou van de derde. Fire. Vuur. Vuur. Er gaan een paar aan. Goed zo. We hebben vuur nodig. En weet je wat de Bijbel zo mooi zegt? Houd veel van elkaar, broeders. Romeinen 12. En laat uw waardering blijken. Is mooi om dat gewoon af en toe te doen, hè? Je kunt oefenen met de spreker. Ja, serieus. Maar dan staat er, laat uw ijver niet verslappen, maar dien de Heere vol. Vol. Woep, woep. Staat in de Bijbel. Bra, bam, bam, bam. Dus misschien ben ik wel helemaal niet zo afwijkend. Koekoek. Wees blij, want God gaat iets geweldigs doen. Weet je wat er in de andere teksten staan? Gloeiend en brandend van de geest, vurig van geest dien de Heere. Lieve mensen, het wordt weer tijd dat we in vuur en vlam komen te staan voor het koninkrijk van God. Want luister goed, als ik niet voor hem brand, dan brand ik voor iets anders. For real, echt waar. Het is zo belangrijk om in vuur en vlam te staan. Op dit gebied is de Bijbel heel duidelijk als het gaat om lauwheid. Wees niet lauw, zegt de Bijbel. Wees niet lauw. En het is zo belangrijk om dat te snappen. Dat we niet lauw moeten zijn. Weet je wat die andere tekst zegt? Ik vind hem zo mooi, Timotheus. Oh, I love it, I love it. Dan staat er dit. Wie houdt trouwens van barbecue? Oké. En even de echte barbecuers, hè? Dus niet elektrisch, hè? Kolen, hè? Kolen. Wie houdt van de kolen barbecue? Oké. Lekker. Wat doe je altijd voordat je je barbecue aansteekt? Wat doe je met die kolen? Fire. Je doet hem in de fire starter, in dat ding. Ja? Je laat ze even staan, zodat ze heet worden. En daarmee begin je. Let op wat de Bijbel zegt. 2 Timotheus 1, vers 6 en 7. Om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren. En moet je kijken wat... Oh ja, je bent te snel, sorry. Die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft hem niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Check de oorspronkelijke vertaling. Kom maar. Dat is de reden waarom ik je eraan wil herinneren. Om het geschenk van God, het innerlijk vuur dat in je is, aan te wakkeren. Check dan. Kolen, briketten weer aan te wakkeren. De vlam aan te wakkeren, omdat je dan blijft branden. Love it. En weet je wat er gebeurt? En hier hou ik van. Kijk, als ik mijn broer ontmoet. En ik ontmoet hem hier. Of ik ontmoet hem bij een ondernemerslunch. Dat soort mooie dingen allemaal. Lekker kerel. Hé. Borrel. Nou, zeg. Maar luister. Weet je wat tof is? Hij is on fire. Hij is on fire. En wat er dan gebeurt, is namelijk het volgende. Er zijn een aantal briketten, die zijn on fire. Maar weet je wat je moet doen? Je moet een beetje een briket die niet zo on fire is, gewoon erbij leggen. Zodat ze ook weer on fire raken. Ik omring me graag met gasten on fire. Ik hou ervan. Echt waar, ik hou ervan. Want dat is wat hier staat. Er is vuur in je. Zorg dat je je omringt met mensen on fire. Waarom? Zodat je weer in vuur en vlam komt te staan. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb het nodig. Echt waar, ik heb het nodig. Want binnen no time
staat de waakvlam aan. Ja, toch? Staat de waakvlam, meestal woensdag. Oh, het was zo goed, de dienst. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Het was zo goed. Zondag, oh, oeh, oeh. Nou, weet ik veel wat. Dan komen er 3 conflicten op ons werk. In het huwelijk gaat er eventjes iets mis. Kinderen zijn gewoon irritant. Niet dat dat gebeurt. Maar binnen no time waakvlam. Waakvlam. Ik wil me omringen met mensen. Weet je wat er gebeurt? Ik ga hier weg. Ik ga vanmorgen weg. Ik vertel iets over mijn zoon, over wat God aan het doen is. Ik heb besloten om aan iedereen te vertellen wat God aan het doen is. Serieus. Weet je waarom? Omdat het aanwakkert. Daarom. Ik ga niet vertellen hoe ingewikkeld het is en hoe moeilijk het is en hoe zwaar het is. Weten mensen al lang. Zitten we met elkaar middenin. Dus heb ik niet nog een keer nodig om te horen. Ik heb nodig om te horen wat God aan het doen is. Ik weet niet hoe het met u is. Ik heb het nodig. Dat is geloof. Geloof komt door het? Bam. Moet je wel iets zeggen. Ja toch, want anders horen ze niks. Dus ik deel vanmorgen met mijn zoon wat God aan het doen is. En 23, hè. En hij wordt enthousiast en ik ook. Hij staat op en hij begint voor me te bidden. Hij pakt me vast. En hij spreekt de kracht van God uit over me. Hij begint te bidden. En hij dankt, Heere, dank u wel. Dat papa al 30 jaar verlangt naar revival. En dank u wel dat het nu te zien is en dat u aan het werk bent. Heer, ga door, ga door, ga door, ga door. Kolen, kolen, fire, fire, lekker. Ja toch? Zo goed. Zo goed. Maar ik heb het nodig. Dus de Heilige Geest brengt een passie voor Jezus, het woord en community. Hij geeft kracht, vuur en vlam. Eén en laatste. Vrucht. Vrucht. Ik geloof dat het te zien moet zijn dat de Heilige Geest in ons leeft. Ja toch? Weet je hoe ik tot geloof ben gekomen? Omdat ik het zag in mijn broer. Omdat ik het zag in mijn moeder. Gepassioneerde mensen, je ziet het. Echt. Ik ging een keer thee drinken in een theerestaurant. Niet normaal hoe ik daar was beland. Maar oké, ik was er. En toen kwam er een waitress, een ober. En ik vond het al een klein beetje verschut. Weet je, theerestaurant, oké. Dus ik kom, en die mevrouw, serieus, die begint te praten over thee. Alsof haar leven ervan afhangt, joh. Serieus, begint toch een verhaal over thee. Gewoon thee, hè, gewoon niks aan, hè. Gewoon zakje erin, zakje eruit. Ja, zo denken we toch over thee. Zij niet. Zij niet. Nou, meneer. En deze 3,5 minuut. En als u de, nou, en de geur en de aroma. En, nou, ze begon los te gaan, jongen. Niet normaal. Weet je wat het resultaat was? Katzin in thee! Niet normaal, joh. Gewoon een kopje thee. Doe normaal. Pickwick, hè? Met een vraag erbij. Nee! Zin in thee! Weet je waarom? Ze was gepassioneerd. Ik merkte het in haar leven. Gewoon, en dit ging over thee. Merken mensen waar je gepassioneerd over bent. Zien ze het? Proeven ze het? Omdat jij er bent, gebeurt er dan iets. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat het te zien is. En best wel helder hoor. Galaten 5:16. Ik bedoel dit, laat je leiden door de geest en niet door je ik. Want wat het ik wil is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil is precies het tegenovergestelde wat het ik wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Nou, dat is een interessante. Oké.
Maar als jullie je door de geest laten leiden, is de wet van Mozes niet meer voor jullie. Het is duidelijk wat de verlangens van het ik zijn. Verkeerde dingen op het gebied van seks. En maar op losleven, afgoden aanbidden. Toverij, haat, ruzie, jaloezie, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dit soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor. Zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het koninkrijk van God komen. Heavy. Heavy. En weet je wat nou eerlijk is? Om eens met elkaar te checken voor jezelf. Hey, zijn er nog dingen van het ik die ik doe? Want dan moet ik me bekeren. Maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. Let op, hè. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ik met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods geest. Waarom hebben we hem nodig? Dan zul je ook door de geest op het rechte pad blijven. Halleluja. Halleluja. Waarom heb je de geest nodig? Zonder lukt niet. Zonder lukt niet. We hebben hem nodig om op het rechte pad te blijven. Amen. En dan eindig ik met dit. Let op. Al deze dingen zijn belangrijk. Maar hebben ook een doel. Het heeft een doel. Want uiteindelijk is het doel niet dat we vol zijn van de Heilige Geest voor onszelf. Maar voor de ander. Voor de ander. Dit is het hele plan van het evangelie. Dat ik vol ben van de dingen van God, zodat ik een zegen kan zijn voor de ander. En ik vind het zo mooi dat op een gegeven moment David het volgende zegt. Hij zegt, weet u, al gauw ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want de Heer is met mij. En u bereidt een tafel in het bijzijn van mijn enemies, in het bijzijn van mijn vijanden. Maar dan zegt hij iets cruciaals. U zalft, Heilige Geest, mijn hoofd met olie. Amen. En weet je wat er dan staat? Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Alsjeblieft. Ja, drink maar. Gewoon helemaal. Atten. Nee. Dit is wat vaak gebeurt. U heeft mij gevuld, dank u wel, leeg. O Heer, ik heb weer nieuw nodig. Maar stel je nou voor, hè, dat ons leven dit is. Dank u wel, u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Maar stel je nou voor, hè, let op, hè. Stel je nou voor dat je gaat uitdelen van de overflow. Dus van datgene wat allemaal overvloeit, daarvan uitdeel je. Wat gebeurt er dan met de beker? Hij is vol. Ik geloof dat ons leven vol kan zijn van de Heilige Geest. Dat we meer dan genoeg hebben om uit te delen. En nog steeds vol blijven van zijn aanwezigheid. Want dit is wat David zegt. En dan eindigt hij zo krachtig. Oh, er zit meer dan genoeg in mij om te getuigen, om vrijmoedigheid te hebben. En dan zegt hij, weet je wat er dan gebeurt? Kom eens met z'n tweeën. Ja, volg even. Dan zegt hij dit, en ik denk dat het belangrijk is om goed te snappen wat de Bijbel dan zegt. Want dan zegt David, ik ben zo vol dat overal waar ik ga, goedheid en genade mij volgen. Dankjewel. Ben mag komen. Goedheid en genade volgen mij. Met andere woorden, het is zo goed dat u op bezoek bent geweest bij iemand. Weet je waarom? Omdat u goedheid heeft achtergelaten.
We hebben genade achtergelaten. Weet je waarom? Omdat we vol zijn van God. Omdat we vol zijn. Omdat we niet woensdag alweer wachten op zondag. Maar we zijn zo vol. Want we hebben ontdekt, die Heilige Geest heb ik nodig om Jezus beter te leren kennen, het woord van God en community te hebben. Die Heilige Geest, oh, het geeft mij kracht, vermogen tot handelen. Het geeft mij vuur, dus ik ben in vuur en vlam. Vrucht is te zien in mijn leven, halleluja. Met als resultaat goedheid en genade. Volgen mij. Volgen mij. Alle dagen. Alle dagen van mijn leven. En David maakt aan het einde van de psalm een besluit. En ik bid dat wij dat besluit ook maken. Ik wil in het huis des Heren verblijven. Alle dagen. Weet je wat er staat? Ik wil in the presence of God verblijven. Alle dagen. Waarom? Daar is steeds weer de bron waardoor ik gevuld word. Daar is steeds weer overvloei. Elke dag weer opnieuw. Zullen we staan?